Hallo, ik ben Emma, ik ben 22 jaar en ik zit in mijn masterjaar handelswetenschappen aan de Universiteit van Gent. Ik volg de afstudeerrichting Management en Informatica en ik loop momenteel stage bij Itineris in Sint-Nijs-Westrem. Spijtig genoeg niet bij hun op kantoor, maar gewoon van thuis uit, van op afstand. Ik zit in het Europe Deer Regulated Team, dus de gedereguleerde markt van Europa. En ik ben voor dat team dus onder andere onderzoek aan het voeren naar de verschillende modules van het Microsoft Dynamics 365 platform. Stage op afstand verloopt eigenlijk wel vrij vlot. Itineris heeft ook heel veel online communicatiekanalen ter beschikking gesteld, zodat ik toch heel makkelijk met mijn mentor en met mijn begeleiders in contact kan staan voor moest ik vragen hebben. Ik mis toch wel het sociale contact met andere mensen en collega's. En Itineris heeft ook heel veel leuke ontspanmogelijkheden voor tijdens de pauzes. Dus dat is toch ook wel een leuk extraatje waar ik dus nu niet van kan genieten. Wat doe ik tijdens mijn pauzes of na mijn uren? Ik denk dat ik zoals iedereen momenteel in lockdown wel graag eens naar Netflix kijk, naar een leuke serie of een film. Daarnaast probeer ik toch ook wel actief te blijven, dus ik ga graag eens wandelen met mijn hond Mila, samen met mijn broer en met mijn papa. We eten spaghetti vanavond en daarvoor ben ik dus nu alle groentjes aan het snijden, zoals jullie kunnen zien. Ik vind 's avonds lekker koken en dan vooral gezond koken eigenlijk de perfecte ontspanning na een hele dag achter mijn bureau te hebben gezeten.